Als je nou zit met een onbeantwoorde liefde of een tragische liefde die niet mag zijn en je rouwt daarom, dan is de roman Noem me bij jouw naam van André Aciman echt iets voor jou. Qua herkenning, qua poëtisch beschreven gevoelens, alles wat door je heen gaat als zoiets gebeurt. Want het gaat over twee jongens in Italië die verliefd op elkaar zijn. Maar dat weet die één nog niet. Dus heel lang lijkt het onbeantwoord. En dat doet heel veel met die jongen. Die smacht en die hunkert en die voelt zich kwetsbaar. En nou, uiteindelijk, en dan verklap ik niet te veel, lijkt het allemaal toch rond te komen. Maar ik ken heel weinig boeken waarin dat proces, hè, als alles nog niet in kannen en kruiken is, zo mooi en minutieus en magisch beschreven wordt als in dit boek. Een boek dat wij ook van harte aanraden is het boek van Jan Geurts, Verslaafd aan liefde. Omdat het je zo bewust maakt van de dynamiek in de liefde, van je eigen behoeftigheid misschien. De bevestiging die je steeds maar zoekt in je partner, de claims die je misschien op hem legt. En hoe dat ook anders zou kunnen. En hoe je een meer onafhankelijke, niet vrijblijvend, maar wel een meer autonome liefde kan vinden in de verbinding met elkaar, maar vooral ook in jezelf. Het is wel een beetje radicaal spiritueel soms, want je zou geen enkele claim mogen hebben op je geliefde. En dat is natuurlijk best zwaar voor de meeste van ons en misschien wel helemaal niet de bedoeling. Maar toch staan er echt een aantal dingen in die je hevig aan het denken zullen zetten. Mooi voor de volgende relatie waar je misschien hoopt in te komen en hoe jij je dan een houding kan geven en voelen hoe je je daarin wilt bewegen. Brené Brown is een vrouw die je misschien kent van haar TED-talk over de kracht van kwetsbaarheid. En een ontzettende leuke vrouw is zij, die eigenlijk praat zoals ze schrijft. Een beetje grappig, luchtig, maar toch met een diepgang. En zij heeft het over opstaan als je bent gestruikeld. Het boek heet Sterker dan ooit. En dat boek, ja, dat kan je leren om in te zien dat het proces van verwerken, van in zak en as zitten, van het even helemaal niet meer zien en je diepste diepte opzoeken, dat je wel degelijk iets kan brengen. In welke ervaring van verlies dan ook, dus ook in de liefde. En dat het niet per se iets negatiefs is. En dat is ook natuurlijk de boodschap van Marion en mij. Het gaat je zoveel brengen. Vertrouw daarop. En benut het proces. Dus het heeft wat raakvlakken met Hotel Hartzeer. Ja, Sandor Marai, dat is echt een van mijn favoriete auteurs. En ik heb maar eentje gekozen uit zijn oeuvre. Want in bijna al zijn boeken komt de liefde in al zijn ellende en glorie evenzeer naar boven. Maar in Kentering van een huwelijk worden werkelijk alle mogelijke kanten bekeken. Bedriegen, bedrogen worden, verlaten worden, verliefd zijn. Getrouwd zijn en de sleur komt erin, alles. Vanuit een soort trio, een heer, een dame en een dienstmeisje. Het is een driehoeksverhouding en hij beschrijft dat zo weergaloos mooi en tot in detail dat je het je allemaal kunt voorstellen van alle partijen. En dat kan in geval van liefdesverdriet, kan het soms ook helpen als je leest over iemand die bijvoorbeeld bedriegt. He, als jij zelf bedrogen bent of iemand die uit een relatie stapt, als jij zelf denkt, hoe kan je dat nou doen? Dus daar is de literatuur natuurlijk ook voor bedoeld, om empathie te hebben voor alles, om dingen in jezelf op te zoeken die misschien een beetje eng zijn. En nou ja, je kunt bij hem terecht, Sandor Marai.